Harry Stijn, een teleurstellend resultaat hier in Eindhoven. Om maar even bij het begin te beginnen. Je zei in de voorbeschouwing al dat je misschien wel een verrassing in petto had. De opstelling was ook wel apart, maar ik vond het heel lastig om de tactiek en vooral de opstellingformatie te ontdekken. Nou, wij wisten dat PSV met dat bekende blok van hun speelt, hè, 4-2-2-2. Dat was één gegeven. Een andere gegeven was dat wij met veel meer druk en ook met immers heel kort of soms naast Van Hooydonk wilden laten spelen. En dat we daardoor ook met Rutte op het middenveld wilden spelen. Nou, dat gebeurde al vrij snel. Zeker als we de bal niet hadden. Rutte en Malone naast elkaar, drie man achterin. En daarvoor Fiorini en Immers, waarbij Immers heel snel als tweede spits kwam. Nou, dat was het plan. En ik denk nog steeds dat een goed plan was. Alleen ja, je komt ook weer heel makkelijk op achterstand, waar eigenlijk niet zo heel veel aan de hand was. Zeker in het begin van de wedstrijd denk ik dat het aardig was. En dan loop je weer achter de feiten aan. Nou ja, daarna heb ik vrij snel gewisseld. Heb ik Bilater erbij gebracht. En zijn we met twee diepe spitsen gaan spelen en Immers daar heel kort onder. Omdat we moesten vanaf dat moment, we moeten al elke wedstrijd winnen. Maar zeker als je achter staat, dan ga ik ook niet wachten tot 20 minuten van tijd. Dus we hebben dat gelijk gedaan. En over de hele wedstrijd gezien is het teleurstellend dat je gelijk speelt. Ik denk wel dat we zat kansen hebben gehad om die wedstrijd te winnen. Maar hij ging er niet in vandaag. Ik kies bij die wissel voor ervoor om Schouten eruit te halen. Kun je dat toelichten? Is dat iets persoonlijks bij hem? Ik vond Schouten niet goed spelen. En ik vond hem ook slap ingrijpen bij die goal. En ik weet dat Rutte daar ook prima kan spelen op die rechtsbackpositie. Dus een extra spits ingebracht. En als ik dan de keuze moet maken, dan kies ik op dat moment voor Schouten en zet ik Rutte. Ook met name omdat we maar met drie man achterin spelen. En ook is nog eens twee jonge jongens, hè, met Rusler en met Ramon. Ja, Rutte heeft dan toch ook veel meer ervaring als Schouten, dus dan daarvoor die keuze. Je zei dat je het redelijk vond staan, ook voor de eerste minuut, dat het alleen naar je tegengoal knullig valt. Maar mogen de sports niet iets meer verwachten, Maries? Zeker gezien het kwaliteit, dat is natuurlijk redelijk wat ingekocht in de zomer. Het staat echt ook wat kwaliteit op het veld. Ja. Je speelt tegen Jong PSV, nummer 16. Tuurlijk, is een taaie ploeg. Ik denk dat veel sporters aan met teleurstelling zitten, omdat de achterstand toch weer groter is geworden. Ja, maar terecht, want die teleurstelling hebben wij ook. Ik bedoel, iedereen is muisstil in de kleedkamer en iedereen is er doodziek van dat wij tegen deze ploeg, nummer 16, tegen Dordrecht hebben we verloren. Ja, dat zijn gewoon punten die moet je niet verliezen. Wij wisten, we moeten hier winnen en dat hebben we niet gedaan, dus het is gewoon heel slecht van ons. Punt. Dat is inderdaad slecht, maar... Kun je dan de vinger ook op de zere plek leggen? Want is dat echt niet zomaar op te lossen? Nou ja, de vinger op de zere plek. Kijk, je probeert elke keer progressie te krijgen in het elftal. En we hebben ook, denk ik, ook met Ramon Hendricks ook iemand erbij gehaald die ook in ieder geval met een linkerbeen vanuit achteruit voor het voetbal kan zorgen. Maar ja, weet je, bij mij begint het gewoon bij een aantal dingen, een aantal basisdingen. En daarin zie ik ook weer dat we zo makkelijk de goal weggeven en dat ook weer toch weer in de problemen komen. En wij missen misschien ook wel soms ook in die eindfase net even de finesse om die bal wel binnen te prikken. Wat je bijvoorbeeld bij de Graafschap schiet, hè, waar iemand als Seuntjes wel in de allerlaatste seconde net de rust bewaart om die bal binnen te schieten. Nou, dat zijn wel dingen wat misschien net het verschil kan zijn. Is dat misschien de conclusie dat niet altijd alle aankopen of in ieder geval alle spelers net niet goed genoeg uit de verf komen? Ja, nou ja, je kunt altijd discussiëren. Kijk, ik heb in het begin van het seizoen ook gezegd dat ik eigenlijk ook Cambuur en de Graafschap meer kwaliteit toelichten dan onze eigen ploeg. Dan val ik helemaal mijn spelers niet mee af, want ik ben hartstikke blij met deze spelers. Maar ik denk dat die andere ploegen ook net wat beter op elkaar ingespeeld waren. Nou, nu komt ook nog Almere erbij, wat ik niet verwacht had dat zij zo lang mee zouden draaien, maar doen dat toch goed. Dus ja, dan kom je tot de conclusie dat het op een aantal posities misschien ook net niet goed genoeg is. Is het dan nou een kwestie van, dan ben ik misschien wel heel doemdenkerig, maar een middel te gaan vinden waarmee je in de play-offs hoog over kan gaan gooien? Ja, nou goed, kijk, je moet wel realistisch zijn, hè? En 10 punten is natuurlijk wel veel. Twee ploegen, als het nou op één ploeg is, dan vier nu op de Graafschap. Dus ja, en dat wordt steeds lastiger om dat te achterhalen, zeker als je dit soort wedstrijden niet wint. Dus wij blijven wel de komende weken volle bak voor de winst spelen. Dat hebben we overigens vandaag ook gedaan. Hè? Ook met de bezetting, ook met het aantal spitsen. En nou, volgens mij hebben we elke bal vooruit proberen te druk te geven tot aan de keeper aan toe. Ja, je moet wel in het voetballende gedeelte, laten we het afweten. Maar wij zullen wel de komende weken alles doen om die achterstand kleiner te maken. Ja? En als blijkt dat het uiteindelijk niet meer te overbruggen is, dan moeten we in ieder geval zorgen dat we ons helemaal klaarstomen voor de nacompetitie. Genoeg huiswerk te doen.
Ja, zeker. Zeker, dat wisten we. Dat, daar lopen we ook niet voor weg. Maar ja, het is gewoon teleurstellend dat je ook vandaag, net zoals afgelopen weken, na Excelsior en Volendam, denk ik toch dat je de lijn omhoog had ingezet. En dan heb je weer twee echt teleurstellende wedstrijden.